extra slaap en het gevoel hebben dat je het iets meer onder controle hebt. Ja, elke newborn ouder wil dat natuurlijk. Productdesigner Suzette van Difrax heeft tijd vrijgemaakt voor Kevin om hem te vertellen hoe ouders dat voor elkaar krijgen. En dit is Suzette, productdesigner. Zometeen wil ik eigenlijk weten wat er nieuw is onder de zon. Maar ben je zelf moeder? Ja, ik ben zelf moeder. Ja. Twee kindjes, een dochtertje, Isabel van 9 maanden en een zoontje, Karel van 3 jaar. Dus je kent de klappen van de zweep. Ja. Ja. Ik ben op de beurs om tips te krijgen voor aanstaande ouders. Waar moet je nou op letten bij de aanschaf van een fles? Nou, wat belangrijk is bij de aanschaf van een fles is dat je anticoliekwerking hebt tegen darmkrampjes. Daarnaast de speen. Wat wij met onze speen hebben is dat die altijd gevuld is met vloeistof. Waardoor je ook niet in een moeilijke positie hoeft te gaan zitten. Dus hij is ergonomisch gevormd. Zowel voor de baby als de ouder. Handige ja. dingen. Ja. Maar goed, nou wil ik natuurlijk van jou weten als productdesigner, what's new? Nou, mijn doel als productdesigner is om het leven van ouders en baby's makkelijker te maken. Wij hebben nu een fles ontwikkeld waar een 1, 2, 3 speen op zit. En wat heel fijn daaraan is, is dat hij zowel voor dunne voeding als voor dikke voeding gebruikt kan worden. En dat is dan één, stand 1, stand 2, stand 3, zeg maar. Ja, ja, klopt. Maar wat is het voordeel daarvan dan? Nou, je kan nu kiezen. Dus bijvoorbeeld als je melk geeft, zet je hem op stand 1. En dan kan je kindje rustig drinken. Maar als je pap geeft, dan wil je een grotere opening. En dan zet je hem op stand 3. Ja. En dat kan binnen 1 speen nu. En betekent dat rustiger drinken ook uiteindelijk dat je... Daarna ook de baby rustiger is, beter slaapt, mag ik dat zo zeggen? Ja, en daarbij ook de anticoliekwerking van onze S-fles. Ja? Waardoor de anticoliekwerking dus extra aanwezig is. En vanaf welke leeftijd is deze fles te gebruiken? Vanaf 3 maanden. Nou, een mooi nieuw product. Fijn dat je het mij even hebt uitgelegd. Graag gedaan. En, thanks. Ja. Fijne beurs. Ja, zo.